What's up everybody? Super tof dat je kijkt naar deze nieuwe video van Runners High. Gisteren heb ik mijn New York City Marathon Race Report opgenomen. En terwijl ik aan het monteren was, dacht ik van ja, dit kan eigenlijk niet. Het werd te saai. 11 minuten alleen maar ouwehoeren, alleen maar ouwehoeren. Daar kom jij als kijker, naar mijn mening, gewoon niet doorheen. Dus we gaan het over een andere boeg gooien. Na deze introductie kan jij zelf kiezen of jij welk onderdeel je van het race report wil bekijken. Dus wil je meer weten over de start of over het parcours of over de waterpost of over de organisatie. Er komen een aantal knoppen in beeld, daar kan je op klikken en je gaat vervolgens naar de desbetreffende film. Iets nieuws, laat me vooral weten wat je ervan vindt. En als je het tof vindt, vergeet dan niet te abonneren op het Runners High YouTube kanaal. Wil jij nou ja, nog meer Runners High, dan zijn we natuurlijk 24/7 op runnershigh.nl. Vergeet het koppelstreepje tussen Runners en High niet. Twitter @runnershighnl of op Facebook runnershighnl. En ik hoop dat je deze manier van video tof vindt. Zo niet, ofwel laat het me absoluut even weten. Ik ben zeer benieuwd.